Jongens, meisjes, dames en heren, welkom terug bij een nieuwe Gamersnet Gear. Natuurlijk elke dinsdag op gamersnet.nl. Je laatste nieuwtjes in de techwereld. Wat is er allemaal nieuw? Moet je het kopen, ja of nee? En we hebben weer eens een keer een stoel voor jou voorbereid. Peter, welke stoel, gaming chair, heb je meegenomen? Het is echt heel leuk, want ik hou dus van unieke dingen. Ik hou van bedrijven die of lijnen die iets out of the box doen, weet je. Mm-hmm. Ik vond bijvoorbeeld de Speedlink-lijn heel vet, omdat die juist heel erg... Jij vond het heel lelijk, maar ik vond het juist heel erg uitgesproken. Kun je lelijk vinden, kun je mooi vinden, maar ik heb liever dat dan iets in de middel, snap je? Ja. Okay, terug naar het verhaal. Ewin mailde mij via LinkedIn. Via LinkedIn? Ja, ook echt. Okay. En die zeiden van, luister, wij zijn een bedrijf, wij maken stoelen, willen jullie een stoelreview? Ik zei, nou, dat is... Ja, ja, liever niet, maar... Nee, dat heb ik wel zin in, vind ik wel leuk, stuur op. Ja. Maar zij hebben dus, zij maken dus gaming chairs, maar ze hebben een slogan die echt uniek is in de gaming chair wereld. Nou is de gaming chair wereld sowieso uniek. Ja. Maar hun tagline is... Ja? One size doesn't fit all. Mooi. En dat betekent dus dat dit de eerste stoelenfabrikant is in gaming waarin je dus moet doorgeven hoe groot je bent. Oh, is dat hoe hun shop werkt of zo? Je geeft dat is hoe hun shop werkt. Ja, ze hebben maten. Nou, dat was het voor mij wel lastig toen ze mij mailden. Want ik ben natuurlijk heel lang, 1,90 meter, maar wel 78 kilo. Ja. Dus ik kreeg direct de grootste. Terwijl de grootste is natuurlijk eigenlijk bedoeld voor hoe ik zeg maar, vroeger was, toen ik 120 kilo was. Oh, ik zou zeggen Amerikanen. Ja, nou ja, goed. Maar ik leg het even op mezelf, voordat mensen denken, oh, je noemt me dik. Ja, goed, was vroeger ook. Sorry als je kijkt. Maar daar is dit stoel dus voor gemaakt. Hij kan hem tot 150 kilo schoon aan de haak gewoon hebben. Ja, dat zie je bij sommige andere fabrikanten wel. Maar dan moet je het altijd zelf gewoon opzoeken. Van, hoe lang... Ik bedoel, wij hebben met andere reviews van stoelen hebben ook wel eens te horen gekregen van, ja, maar ik ben zo en zo lang, kan ik er dan op zitten? Dat is, ja, dat moet je dan altijd zelf opzoeken. Maar deze zij doen gewoon... specifieke chair, hij komt uit de Flash series van de Ewin gaming line. Hij heeft een zitvlak, hij heeft kussens. Het is zo'n ontzettend grote stoel. Het is heerlijk. Je kunt een bak popcorn naast mij nog neerzetten. Dat kun je ik vind het vooral mooi dat is een unieke soort van selling point. Zeg je, hij heeft een zitvlak en hij heeft kussens. Nee, hele maar grote. Dat is natuurlijk altijd wel. Ja, okay. Nee, maar hij heeft hele grote, zeg ik. Ja, hij is inderdaad wel, qua zitvlak heb je wel echt het idee van, oh wow, ik kan gaan manspreaden en de stoel houdt me niet tegen. Nee, zeg maar. Het is echt, en ook als je ziet, maar de rugleuning ziet, het is echt een super brede, grote stoel. Ja, dan moet je hem denk een beetje vergelijken met de tankseries van DX Racer en zo. Die hebben ook wat van die bredere stoelen altijd. Oké, hoe duur is deze? Nou ja, we spreken hier dus over deze specifieke versie. Dit was op hun website echt een duurdere versie, rond de €400, $450. Dat is wel flink. Dat is echt enorm flink. Het is ook een flinke chair. Het is ook een enorm stevig chair. Ik ga straks wat in op de details van de stoel, wat meer de spec, zeg maar. Ik wil er wel... Ja, heel snel. Ik wil wel even wat over zeggen. Is dat, het was een van de duurste. Het is volgens mij de duurste stoel op hun website. Omdat ze natuurlijk ons willen dus hun paradepaardje laten zien. Dat hebben ze ook gedaan. Prijzen starten echt veel lager, rond de €200. En dat is ook voor smallere modellen ook. En dit is dan wel echt een heel erg exclusief vet model die in mijn huis komt te staan. Hij gaat als een troon gaat hij erop zitten. Ja. Even qua specs. Het heeft dus een metalen onderstel. Dat vind ik al heel netjes voor die prijs. Dat moet absoluut. Ook eigenlijk wel. En dat moet ook omdat het is voor de zwaardere mensen. Hè? Dus hij heeft echt die spin onderaan. Die waar je wielen aan vastzitten. De ster noemen ze hem. De ster die is helemaal metaal. De wieltjes zijn half metaal. Tenminste, metalen basis maar... Ja, er zit wel een soort van kunststofachtig rubber omheen. Het zijn niet echt van die rollerblade wieltjes. Maar... Nee, maar volgens mij is het ook beter voor je vloer. Ja, vaak is het wel fijn om iets van... Nou ja, sowieso is het als je vloer wil beschermen, moet je altijd nog zo'n plaat eronder hebben. Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar ja. En verder kan die echt alles verstellen. Je kunt in zijn geheel naar achter, je kunt alleen je rug naar achter, je kunt de leuningen helemaal zo verstellen, omhoog en omlaag. Ja. Stoel kan natuurlijk omhoog en omlaag. De kussentjes zijn ergonomisch heel fijn voor je rug en voor je nek. Hij heeft ze dus allebei. En die kussen voor je rug is ook niet klein ook. Want als je wat zwaarder bent, heb je natuurlijk een enorme ondersteuning nodig daar. Maar nogmaals, ze zijn dus ook als je klein bent, hebben ze dus ook kleinere stoelen. Het is echt super vet. Het is gewoon, je hebt een tabel op die website waar je kunt zeg maar, uitzoeken wat je schaal is. Dat is best wel netjes. Want dat is dus echt een ding wat een beetje ontbreekt. Je moet altijd op die andere websites moet je altijd zoeken van, is dit mijn stoel? Want aan zo'n plaatje zie je het niet. En ook als wij beelden ervan maken, kun je ook niet zo zien van, oh, daar pas ik perfect op of zo. Ze hebben letterlijk ook gewoon lichamen. Okay, van dun naar dik, van bij welke stoel je klikt een avatar aan en dan zegt hij, dit is jouw stoel. Dit is jouw stoel. Heel prettig. Het is dan ook een hele dure stoel. En het in elkaar zetten is heel makkelijk, want daar hebben we een video van. Die kun je zien, link in de beschrijving. Hoe we hem in elkaar hebben gezet, was hilarisch. Dat is best wel makkelijk. En ik ben best wel over te spreken, zeker op het feit dat ze gewicht serieus nemen en lengte.
Ja, dat is ook gewoon belangrijk. Ja. Ik bedoel, je kunt wel altijd zeggen van, oh, de beste gaming chair, maar je moet er wel in passen. Hij moet wel voor je passen, ja, weet je wel. Ja. En ook als je heel klein bent, dan is een hele grote misschien weer te groot. Snap je wat ik bedoel? Ja, nu kun je een hele smalle nemen ook, bijvoorbeeld. Ja, ze hebben dus ook echt zo'n Europese, zo. Ze hebben die lang is, maar niet breed. Wel smaller. Ja, oké. Okay. Ja, okay. Nou, langer weet ik niet. Ja, nee, oké, maar dat is vaak dat TX Racer hebben een tijdje terug hebben de Pro Racing Series gehad. Die was echt specifiek bedoeld voor de Europeaan. Dus dat was de eerste die wel lang was, maar niet breed. Ah, nice. Ja, nou goed. Ik neem aan dat die bodytyper ook al ergens tussen staat bij Ewin. Ja, ik ga hier heel veel op gamen, want dit is fijn. Ik had er een van, wat had ik er nou een van? AR? Ja, dat is er eentje van Arrozzi. Arrozzi. Ja. Die gaat nu weer terug naar HQ. Ik ga nu deze maar uit. Ik vind dat witte wel vet. Het witte is ook vet, maar mijn nieuwe huis heeft ook weer een rode wand. Dus, okay, en dan, mijn meubels zijn allemaal zwart, dus zwart-rood, hij past perfect. Mooi. Ja. Plus typisch gamer. Ik ben een gamer in hart en nier. Hè. Mensen, als ze mij zien, denken ze, oh, die speelt League, Overwatch, Counter-Strike. Want hij heeft iets met zwart en rood. Ja. Oh. Ik heb mijn shirt ook wel zwart en wit, rood en wit. En dat is ook cool. Bedankt voor het kijken naar Gamers Net Gear deze week. Dat was de Ewin Flash serie, de lijpste stoel van Ewin. En bedankt Peter voor de review. En natuurlijk, als je er meer over wil weten, kun je altijd doorklikken. Klik vooral door naar die video dat we in elkaar zetten en dergelijke. Of misschien wel de review als die al live staat, dat kan natuurlijk ook. Maar dat was het in ieder geval voor deze week. Hopelijk zien we je binnenkort weer terug op gamersnet.nl voor meer gear of meer over games, nieuws, trailers, reviews, previews. We hebben alles. Tot snel op gamersnet.nl. Ik denk dat mensen afvragen of die hiervan leer is. Puur leer. Nou, heb je het. Dat had ik nog vergeten te zeggen. Ja. Dus, polyuteraan. Gaat langer mee. Van leer? Het is makkelijker te onderhouden. Oh. Maar het is wel minder, er gaan wel minder koeien aan. Dan. Ja, het is wel slechter voor het milieu. Polyuteraan? Het is slechter voor het milieu. Hoezo? Het is kei dure vervuilende stof, is plastic. Ja, maar koeien opvoeden en slachten is ook heel slecht voor je. Kost ook heel veel water. Zo is natuur. Ja, oh ja, want ze pakken wilde koeien uit de wei. Mhm.